Jesper van der Wielen, Nederlands kampioenschap, 10 kilometer. Maar even de wedstrijd terughalen. Je pakt zilver. Ja, ik pak zilver. Was echt een tactische race, want ik heb vorige week heel veel op kop gelopen en toen kwam het eigenlijk niet zo erg uit wat ik wou. En vandaag had ik met mijn coach afgesproken om de tankjes van de rest leeg te tappen en dan pas zelf laten zien wat je kon. En dat lukte aardig. Ik had heel in mijn hoofd, op 2 kilometer voor het eind ga ik volle bak. Maar ik kon niet wachten. Dus ging ik op 2,5 of zo. Of, ja, toen ging ik aan. En toen liep ik best ver weg nog bij de rest. Best ver weg bij de rest. Tom ging nog heel lang mee. En de laatste stuk kwamen we samen op. En ja, gingen we echt hard sprinten. En toen kon ik de tweede plek pakken. Maar het was echt een mooie race. Omdat het vooral tactisch was. Dus ja, Galit was al heel ver weg. En toen hebben we gewoon geknokt voor die tweede plek. Je bent weer wat in opbouw. Je vertelde ons voor de wedstrijd heel veel last gehad van een virus. Dat heeft een tijd geduurd. Nu ben je weer volledig belastbaar. Ja, volledig belastbaar. Ik ben er niet zo belastbaar als voorheen natuurlijk. Maar ik word elke week weer meer. Ik kan elke week weer meer aan qua trainingen. Voor Tilburg en Mijls kon ik bijvoorbeeld 80 kilometer en daarna ben ik weer naar de 120 gegaan. En ik kon ook weer gelijk trainen naar de Damterdamloop. En dan zie je dat je vandaag wel weer een redelijke wedstrijd loopt na de Damterdamloop, een week daarna. En dat is toch een teken dat mijn belastbaarheid weer sterker wordt. En dan kun je gewoon constante wind gaan draaien. En als ik dat kan, dan ben ik weer snel terug op het oude niveau. En dan kan ik ook weer voor de eerste plek mee gaan strijden. Vandaag had ik al voor mezelf besloten om dat niet te gaan doen. En gewoon een mooie wedstrijd ervan maken om de tweede plek. Galit is nog een stap te sterk. Nou, Volgende wedstrijd, wordt dat de 7-Heuvelenloop? Nee, ik ga nog 4 mijl van Groningen doen. Ik ga nog haast bij de Amsterdam Marathon. En dan... En dan gaan we pas 7-Heuvelenloop. Maar dat zie ik ook echt als opbouwwedstrijd dit jaar. Ik heb echt alles gericht op het EK Cross. Het is mijn laatste jaar onder 23. En nu wil ik ook echt laten zien wat ik daarop kan. Ja, en dat moet het gewoon mijn hoogtepunt worden eigenlijk van de winter. Dus een Europese titel op de valreep naar het seniorenkampioenschap. Ja, een hele sterke lichting. Europees kampioen bij de senioren, 1500 meter hebben we. Thomas Verl, een Brit, die werd vorig jaar vierde bij de senioren op de cross. Maar die doet nu waarschijnlijk weer onder 23 mee. Dus een hele sterke lichting. Maar dat vind ik alleen maar mooi. Als je nou een medaille pakt of je wint, dan kun je wel zeggen later als de jongens echt de toppers zijn. En ik, hopelijk ik ook. Dat je zegt, ja, die heb ik destijds nog verslagen toen ik mijn titel won. Maar dat maakt het wel mooi als het sterk bezet is. Ik zie aan je ogen dat je er weer van geniet. Even een tijdje minder geweest, op en af. Maar nu weer voluit, volle bak trainen. Ja, ik moet belastbaar worden. En ik zit nu ook weer voor 3 weken bij Global. Waar ik, leef je gewoon makkelijker. Dan kan ik met andere jongens samen trainen, kan er echt voor leven. En ik ga nu in de 3 weken denk ik wel een stapje zetten, omdat ik daar gewoon zit. Ik kan goed aan mijn baas werken, kan aan mijn rust denken. Ja, als dat allemaal weer compleet valt, dan ben ik over 3 weken alweer een hele andere Jesper denk ik in wedstrijden. Dankjewel Jesper van der Wielen. Alsjeblieft.